Yo gasten, Sam hier en vandaag ga ik een keer doen waar ik allemaal al mokte in Minecraft. Oké, we hebben hier 5 matten. Lobby, Samke, Lab, Home en Nieuwe Wereld. We beginnen bij Lab. Daar probeerde ik dingen te maken met redstone. En voilà, hier zijn we. Allemaal van die rare dingen dat ik mokte. Dat hier. Dat blijkbaar niet werkt. Ah, toch. Hier heb ik verzekerd wel een schakelaar maken. Ja, of zoiets, ik weet niet wat ik... hier proberen te doen niet. dat was hier het eerste dat ik mokte. Zie je? Schakelaar, omhoog. En heel dat spel hier omhoog. En dan het weer naar beneden doen. Dat was hier een soort geheim deurgang dat ik wil maken niet. Die schakelaar doe je om. En toen ging die deur open. Allemaal vrij simpel. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen dat ik gewoon probeerde om in mijn gewone wereld in te brengen. Wat emieren. Zie je, dat was hier links gewoon een deurgang. Zie je. En toen ging dat rechtstreeks naar op het. Wat emieren nog? Wat dan nu weer? Ah ja. Ja, ik weet hier ook niet precies wat ik wil aan doen. Ja, het zijn allemaal dingetjes dat ik probeerde. Hè. Het volgende ton. Er was hier ook een van mijn deurgangen dat ik hem opte. Zie, gewoon zo. Allemaal niet echt veel speciaal, maar goed. Oké, okay, dat is hier een van mijn grootste dingen, of waar ik het meeste aan bezig geweest heb, dat te laten maken. Het is een soort motor. Dat simuleert eigenlijk pistons. Moet ik hier aan gaan steken, hè. We hebben die schakelaar om me. Vrij perfect werkt het niet, maar goed. Dus ja, dat zijn dus een beetje de dingen dat ik probeerde. We nu ik in een andere wereld gaan. Oké, okay, de volgende wereld dat we gaan pakken is hier een home. Ja, ik weet niet echt precies meer wat dan al die dingen zijn, dus voor mij is het eigenlijk ook een verrassing. Ja, het is nu eveneens aan het trainen hier ook. Ah. Dag koe. Ja, dus blijkbaar ik hier wel een appartementsgebouw zet. Nou, het zit nog niet veel in. Zelfs geen trap. Vrij bijzonder uit die map hier ook niet. Het is gewoon een jungle. En een appartementsgebouw erin. Ja. Heb je het volgende zeker? Oké, okay, we gaan me nu een keer pakken. We hebben nu al kuren tussen Lobby, Samke en Nieuwe Wereld. Maar Lobby en Samke, dat kan ik ongeveer weten wat dat is. Maar ik wil eerst een Nieuwe Wereld pakken. Ja. Oh. Wat ik hier probeer te doen. Hier een hoop water. Ik was misschien van plan voor dan heel die boel hier op te blazen, maar... Geen idee wat ik hier probeer te doen. He. Geen idee waar dat ik niet mijn hoofd zat, ook dat hier mocht. He. Dat zullen we nu niet weten, zeker. Heb het volgende. Oké, okay, dus... Lobby of Samke? Dat fotootje van Samke ziet er wel nog meer uit. We beginnen met Lobby. Dan kijken we dat erin. Voilà, ze. Hier zijn we. Blijkbaar ik hier een soort van huisje bouwt. Ah, nu weet ik weer wat ik zit. Hè.
Dus wat dat hier was, dat was eigenlijk een gewoon dorp. Normaal gezien moet er hier nog wat villagers rondlopen, als ze hier nog zijn. Zie, dat was hier gewoon een zanddorp. Dat was hier allemaal zand en al, zie je, zolang je dat hier nog kunt zien. En ik heb eigenlijk hier heb verder beginnen bouwen. Hier waar ik mijn eten mocht. En hier was mijn beschermtoren. Waar ik over heel mijn ding kost te zien. Zie ik dat hier allemaal mocht. Uren ik hier aan bezig geweest, maar uren! Zie, en dat was hier allemaal woestijn. Hè. Dus ik heb hier een bomenplant. En dan van dat huis. Hier allemaal dat huis is uit. Kijk, ik kan dat zelfs nog zien. Gewoon een keer weer naar binnen. Wat hij naar binnen wilt. Ja. Ik was dat hier allemaal aan het zoeken. Ik ging dat hier allemaal nog invullen. En normaal gezien, ook goed pijzen, moet er hier eerst een mijne zijn. Ja, kijk, de rest. Hier hebben we mijne. Dan kijk ik in en mijn mijn. Ik er langs hier. Zie, hier wat mijn ovens. Zie, ik wil hier eten, lava, gereedschap, al die dingen. Ik heb mijn zwart laten vallen. Ja, hier ja, al de dingen dat ik vond. Hè. Normaal gezien had ik hier al veel hangende boot. Langs hier, ah ja. Kijk langs die rest. Dat zijn al mijn schachten dat ik hem mocht. Oké, loop tot dan. Zie je, dat ligt er allemaal zo. Zo. Langs de andere kant niet. Zie je, zo. Zie je, dat was de eerste strokken dat ik heel vooruit ging. Dus ja, ik heb hier veel tijd gezien. Veel tijd doorgebracht. Voilà, ze. Tijd voor de volgende wereld, zeker snel. En de laatste wereld aan mijn is ook in creative vermocht, maar daar ik gewoon eigenlijk wel het beste bouwen wat ik kon. Gewoon mijn creativiteit. Dat ik gewoon redstone gebruikt, in mijn hangen en al zo'n dingen. Nu ga ik eigenlijk met een trots van Minecraft laten doen. En voilà, hier zijn we. De laatste wereld. Die we dat meeste werk in stoten. Nee. Ja, je ziet niet veel ronde, omdat het allemaal onder u ligt. Hier. We zijn hier toch in creative, dus we kunnen toch niet echt toegen. Dus ze kwam hier van die trap naar beneden. En toen kwam die hierin. Vrij simpel. Was eigenlijk het begin in hangen, zo toestand. Geluid hieruit dat je kost te zien wat we. En ja, het al klaar wat boven en al zo'n ding. Trap naar beneden. Hier de bibliotheek. Mijn kisten waar er niets in zit. En hier zijn de slopkommers. Zie je? Iedereen heeft zijn eigen luchtje. Ik was het aan en uit doen. Dus ja, zo het zijn niet echt vrij groot, maar als je hier de deur ging, had je twee schokkelaars. En ook die noten doen. Toen hoorde het al. Drie hebben er hier iets verplaatst. Maar waar? Ik weet waar natuurlijk. Hier. En dat was hier mijn geheime gang. Een soortling vluchtroute. Moest er iemand zijn. Ook laatst een server waar ik alleen heb zitten. Toen kost ze hier in die schakelaar om te plaatsen. En toen konden ze zeggen, ja, ze kunnen je volgen, maar als je die niet omschakelde, ging de deur weer toe. En wat er ook interessant was, normaal gezien, als ik mij goed herinneren. Ja, zie, de luiden duwen. En schieten dan. Zo één per jaar. Dus wanneer ik het dan doe van die gang. Hier had je allemaal gevangenis. Deuren geraken, ja. Dat was het wasbakje. Hier een bedje. En natuurlijk, kan dat nu niet doen, maar je kost hier iemand insteken en uit die schakelaar omzetten, kosten ze er niet meer uit. Je
Er is nog een soort gevangenis. Nog één. Hier hing. En voilà, is die trap sluit weer. Hier hing ik normaal gezien. Ook mijn beginnen of een grote epslag plaatsen voor het een of het ander. Hey, zolang dat je ziet, ik zo ver niet gerakt. Dus we weer naar boven gaan. En we gaan hier weer erbij. Dus ga ik er weer om eens. Luigen gaan doen. En die zetten we ook weer om. En je kunt niet zien dat er hier een deur is. Nou, wat is die een volgende schokkelaar? Durven we iets krapper zijn. Zet hem om. En iedere boekenkast gaan wij. En dan komen we in de grootste ruimte. Dat ging hier eigenlijk. Goh, moet iets zijn. Dan ging hier een groot kasteel komen. Je ziet het aan het plafond. Dat ik was gewoon de tegels gezet. En de bedoeling is, allee, was eigenlijk, voor iets heel groots te maken. Zie je, dat ging hier om op pont komen en onze ding. Dat ging hier kunnen duren lopen. Dat ging vrij in de diepte gaan. En dat ging er een groot beeld staan en onze ding. Maar dat was natuurlijk heel veel werk en voor dat heb je alleen te doen, zelfs deze ruimte. Voor het perfecte volgensplan was echt. Oh, het was echt niet te doen. Zie, hebben we dat dan ook ging zijn? Ik ging het dan verder bouwen. Allee, nou wordt dat keken zo, hier zo. Ging ik verder bouwen. Dus ze ging dat eigenlijk niet weten. Het ging eigenlijk een. Kleine ruimte zijn. Hier, dat hier. En toch hangt er iets groots in, maar ja. Ik heb er nu dan aan toe gerokt. Jammer genoeg. Ik weet niet wat er hier nog wat was. Ja, ja. Dus ja, dat was het. Al de dingen dat ik een beetje mocht hier in Minecraft. Hoe dat met uren mee bezig houden. Nee. Weekends, nachten, slap voor de laten. Ja, moet iets doen, hè. I'm about to get it right now. All these motherfuckers wonder how.